Financieel professionals hebben een hele belangrijke rol binnen het strategieproces van de organisaties. Je moet zich voorstellen dat bij strategie gaat het om het bereiken van lange termijn doelen, het punt op de horizon. En daar moeten allerlei beslissingen voor genomen worden, moeten keuzes gemaakt worden. Maar vaak zijn die keuzes hangen weer samen met allerlei investeringen die gedaan moeten worden. Nou, een financieel professional moet zowel terugkijken, maar moet ook kunnen vooruitkijken. Nou, het terugkijken betekent dat je kijkt van of de budgetten gehaald zijn, of de doelen gerealiseerd zijn, of er geen kosten zijn gemaakt die niet nodig zijn geweest. Dus het heeft een bepaalde rol om zeg maar, de stabiliteit in de organisatie en de efficiëntie in de organisatie te realiseren. In het strategieproces heeft die financiële professional een heel andere rol. De plannen die er zijn voor die toekomst, die moeten getoetst worden. Eigenlijk is elke actie die je doet voor de toekomst is eigenlijk een investering. Je moet het dus ook zien als investering, moet dus ook een rendement hebben. En een financieel professional is als het ware het geweten van de organisatie. Die moet kijken of er risico's worden gelopen als de doelen niet gerealiseerd worden. En die moet ook afwegingen kunnen maken op basis van een aantal prioriteiten. Dat betekent dat een financieel professional en een, zeg maar, de algemeen, of de strateeg of de ondernemer, als het ware een tegenwicht moet hebben. Moet als het ware een alter ego zijn van de ondernemer of van de strateeg of voor degene die de toekomst aan het maken zijn. En dat is een hele specifieke rol en die zorgt ervoor dat binnen de verandering die de organisatie maakt, de financieel professional gewoon een belangrijke sleutelrol heeft in het realiseren en het bewaken van de stabiliteit van de organisatie. Want je mag niet zeg maar, het heden compromitteren door de plannen voor de toekomst. Als die rol niet goed wordt ingevuld door een financieel professional, dan leidt dat tot dromen. Zeg maar. Dan ga je geen visie maken, maar dan ga je een droom maken. En dan ga je te ver weg. En dat is eigenlijk die stabiliteit die een financieel professional moet maken. Dat vereist wel dat een financieel professional begrijpt wat strategie is. En daar schort het vaak aan. Omdat financieel professionals opgeleid zijn en competent zijn in het begrijpen van het verleden en het geven van stabiliteit. Maar nog minder zijn opgeleid om te begrijpen waarom je investeren in de toekomst maakt. Wat de strategie is, wat een visie is. En daardoor kunnen ze die rol ook veel minder goed invullen. En dit programma is er specifiek voor opgemaakt om juist die competentie aan te vullen. Dat je naast het realiseren van stabiliteit voor het heden en het verleden ook stabiliteit geeft voor de keuzes die worden gemaakt voor de toekomst.